Omroep Poont heeft afgelopen week een filmpje gemaakt in de Amsterdamse Bijlmer, waarin mensen met een Afrikaanse en een Caribische achtergrond op een walgelijke wijze worden weggezet. Kijk hier eens even naar. De grootste hotspot in de Bijlmer is de KFC. Die bestaat... Je mag gewoon voeren dus. Je mag dus gewoon voeren. Kijk, let op. Geen oogcontact, Oké, wegwezen! Ze staan voor het politiebureau, dus zitten ze allemaal binnen? Dat klopt, ze zitten allemaal binnen achter tralies. En dan kunnen de mensen, die kunnen gewoon met de tour, kunnen ze naar binnen toe en bekijken. En kip voeren natuurlijk. Maar ze kunnen niet goed tegen flitsen en camera's begrijpen? Camera's niet, je moet ook niet met bling-bling. Dan worden ze ook, gaan ze ook graaien, weet je. En hier beneden heb je garageboxen. En als je daar echt de Bijlmer experience mee wil maken, kan je hier worden afgewerkt voor een blikje van anders. Ronduit walgelijk. Dit soort praktijken waarin mensen worden weggezet als dieren. Waarin mensen worden gecriminaliseerd. Waarin mensen worden gestigmatiseerd en geschoffeerd. Waarin mensen worden weggezet als tweederangsburgers. Dat is de reden waarom veel mensen zich niet meer thuis voelen in Nederland. En dat wordt ook nog eens allemaal gedaan door u en mijn belastinggeld. Middelen die jij en ik ophoesten. Dat moet eens een keertje afgelopen zijn. Wij van Denk verzetten ons daartegen. Elke dag dat er een groep op basis van hun achtergrond wordt gecriminaliseerd, geridiculiseerd of geschoffeerd, dan staan wij op om daar een punt van te maken. Beste mensen, niet alleen hele bevolkingsgroepen worden weggezet, maar ook een hele wijk wordt geproblematiseerd. In dit geval de Amsterdamse Bijlmer. Mensen die in deze wijken wonen, weten precies hoe het voelt. Of het nu gaat om Amsterdam Slotervaart, om de Rotterdamse Afrikanerwijk of de Haagse Schilderswijk. Afgewezen worden bij een sollicitatiegesprek omdat je uit een bepaalde wijk komt. Dat moet eens een keertje afgelopen zijn. Wij van Denk verzetten ons ook hier keihard tegen. Wat Denk betreft is het duidelijk. Het moet eens een keertje afgelopen zijn om mensen op basis van een achtergrond te stigmatiseren. Laten wij samen, met z'n allen, strijden voor wederzijdse acceptatie. Voor verdraagzaamheid, voor een rechtvaardige samenleving. Een samenleving waarin mensen niet meer op hun achtergrond worden aangesproken, maar om hetgene wat ze kunnen bijdragen aan onze samenleving. Wij van Denk strijden hier dag in, dag uit voor in de Tweede Kamer. We kunnen het niet alleen. We hebben daar u keihard bij nodig. Steun ons in die strijd. Dank jullie wel.